Peter Bett heeft enkele moeilijke maanden achter de rug. Dat blijkt ook uit het niveau van de aandelenkoers. Wat is er precies aan de hand? Het bedrijf had het operationeel relatief lastig in de voorbije periode. Voornamelijk in Duitsland, waar dat het concept, de winkels, maar ook het aanbod niet meer 100% in lijn waren met de marktomstandigheden en de marktverwachtingen. Het bedrijf probeert daar nu verandering aan te brengen door een aantal winkels te sluiten. En dat is ook een beslissing die volledig ten gunste komt van het nieuwe management, die op heel kort termijn, eigenlijk sinds voor de zomer dit jaar, een aantal strategische beslissingen heeft genomen om de situatie in Duitsland onder andere aan te pakken. Niet alleen in Duitsland. In Spanje bijvoorbeeld hebben ze ook een aantal winkels verkocht. Waarom? Omdat ze eigenlijk tot de conclusie kwamen dat ze niet de nodige schaal nog de nodige investeringen konden maken om de operaties in Spanje rendabel te maken. Er is een nieuw management dat getuigt duidelijk van daadkracht. Het nieuwe management heeft inderdaad in de voorbije periode een aantal heel zware, drastische beslissingen genomen die nodig waren om de toekomst van het bedrijf te vrijwaren. Het meest recente voorbeeld is het nieuwe strategische plan die tijdens de Capital Markets Day van vorige week aangekondigd is. Er zijn heel concrete KPI's naar voren gebracht, onder andere concrete groeicijfers van 4-5% in de nabije toekomst, maar ook margeverwachtingen, EBITDA-margeverwachting van 7-9% ook in de komende periode. Door welke maatregelen denken ze die verwachtingen te kunnen waarmaken? De groei is enerzijds zal ondersteund worden door het sluiten van minder rendabele winkels, van winkels waar dat er veel energie in gestoken werd, maar die eigenlijk weinig opbrachten. Maar ook door het ondersteunen of het steunen van het online gebeuren. Ik denk dat Beter Bed eigenlijk historisch gezien te weinig heeft geïnvesteerd in online, in omnichannel. En met de recente aankondiging, met de recente managementbeslissingen, proberen ze daar ook verandering in te brengen en zien ze eigenlijk het online gebeuren als een belangrijke groeiopportuniteit. Daarnaast is er ook iets waar dat ze naar de toekomst toe meer op zullen gaan focussen. En dat is het B2B gebeuren. Sorry. Tot nu toe verkochten ze eigenlijk enkel matrassen aan particuliere klanten, maar ze geloven ook in de opportuniteiten die door de B2B-markt geboden worden. Er is ook sprake van een betere focus. Beter Bed werd een beetje verweten niet heel duidelijk geprofileerd is in de markt. Dat is volledig correct. Ik denk dat het management daar ook duidelijk de lessen heeft getrokken van het verleden, van de moeilijkheden die ze in de voorbije perioden hebben meegemaakt. Ze gaan ook duidelijker inspelen op onderliggende marktdynamieken, vraag van individuele van klanten. En daar gaan ze proberen om een antwoord op te geven. Bijvoorbeeld in Duitsland is het boxspringgebeuren eigenlijk een heel sterke groeimarkt. Het is een markt dat ze eigenlijk een beetje verwaarloosd hebben. En ze gaan daar nu op proberen in te spelen om daar ook in te kunnen groeien. Positieve vooruitzichten, hoe vertaalt zich dat in de waardering? We hebben eigenlijk ons model aangepast om rekening te houden met het nieuwe kader dat door het management gecreëerd is. We houden eigenlijk niet volledig rekening, of we houden geen rekening met het meest positieve scenario. Dus we zijn iets conservatiever dan hetgeen dat het management naar voren geschoven heeft. Ook omdat we eigenlijk vrij vroeg in het proces zitten en dat er nog te weinig visibiliteit is om uitermate positief te worden. Dit gezegd zijnde, op basis van de cijfers die we vandaag in ons model hanteren, komen we eigenlijk tot een koersdoel van €6,50. Gezien het meer dan 40% opwaarts potentieel ten opzichte van de huidige beurskoers, hebben wij een koopadvies. Poliro.be. Beleg online met inzicht.